Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Het is vandaag maandag en vandaag is Milan er vandoor gegaan. Die is vertrokken naar de Faroe-eilanden. En die is echt gewoon de hele week is die weg. Tot en met zaterdag. Dus ik sta er alleen voor de komende week. Nou, kon mijn moeder me gelukkig ook wel af en toe even helpen, wat heel fijn is. Deze week is het me en de kleine boy. Die liggen nu trouwens even lekker te slapen. Dus ik heb nu even tijd voor mezelf. Ik hoop zo 2 uurtjes ongeveer. Dus ik kan nu eventjes wat werk doen. Ik heb gelukkig deze week niet heel veel op de planning staan. Ja, we gaan kijken wat deze week ons brengt. Het zal veel mom life zijn wat jullie te zien krijgen. Dat is gewoon hoe mijn week er nu echt uitziet. Zaterdag komt Mila weer terug. Dat is super fijn. En dan gaan we maandag volgende week rond deze tijd. Dan zitten we lekker in het vliegtuig naar Barcelona. Dus daar ga ik me echt ontzettend op verheugen. Even een paar uurtjes later. Ik loop nu richting mijn ouders, want mijn vader die viert namelijk vandaag zijn 70ste verjaardag. 70. Sowieso gaan we nog groot vieren hoor, maar nu gaan we gewoon lekker even denk in de tuin. Moeder gaat asperges maken. Zo lekker. Nu merk ik al wel dat ik als ik te lang loop, dat ik een beetje steken krijg en zo. Ik weet niet of het dan komt doordat het een tweede zwangerschap is of... I don't know. Maar ik loop nu door een heel mooi stukje Utrecht. Kijk nou, zo lekker rustig. Mooie herenhuizen staan hier allemaal. Ik ben nu vlakbij het Spoorwegmuseum, geloof ik. Ik zal jullie wel wat meer meenemen in Utrecht. Want ik heb het idee dat ik dat nog niet echt heb gedaan. En ik heb nog heel veel te ontdekken hier in de stad. Ja. Dit is natuurlijk het enige wat deze kleine vriend wil. Lopen, 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 lopen. Twee kleed. Nou, dat vind ik dus zo chill. En dat ik nu dus... lekker in Utrecht woon. Dat mijn ouders zo dichtbij wonen. En dat ik dan gewoon even kan bedenken van... nou, ik ga even lekker bij mijn ouders eten. Zo gezellig. En vooral zo meteen dan als de tweede erbij komt. Ja, daar ben ik wel echt heel blij mee. Ik ben sowieso heel blij met de keuze dat we naar Utrecht zijn gegaan. Echt, ja. Heel happy hier, gelukkig. Goedemorgen. Het is vandaag... dinsdag. Dag 2. Van deze Mom Life week. Eloy die is nu net wakker. Ik ben zelf ook net wakker. Ik ben heel even snel onder de douche geweest. 10 seconden. En hij ligt nu gewoon lekker in zijn bedje te brabbelen. Ik weet niet of jullie hem kunnen horen. Ik heb nu eventjes de tijd om heel snel mijn skincare routine te doen. Dus ik dacht het is wel leuk om met jullie te delen. En zoals jullie waarschijnlijk inmiddels al hebben gezien en weten, ben ik ambassadeur voor Rituals. En ze hebben een hele fijne skincare lijn, de Ritual of Namaste. En wat ik zo fijn vind aan de producten, is dat het allemaal op basis van natuurlijke ingrediënten zijn. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om even een paar favoriete producten uit deze lijn aan jullie te laten zien. Ik ga beginnen met mijn ultieme lievelingsproduct. Niet alleen van deze Rituals lijn, maar gewoon in het algemeen. Sinds ik dit product gebruik, kan ik gewoon echt niet meer zonder. En dat meen ik echt oprecht. Wat ik altijd merk is als ik mijn huid heb gereinigd, is dat het altijd rood is, trekkerig aanvoelt. Sinds kort gebruik ik dit product. De Radiant Glow Cleansing Balm. Op basis van Moringa en Holy Lotus. En wat het dus is, ik ga het jullie laten zien. Het is zeg maar een soort van balm op basis van olie. Die brengt het aan gewoon direct op je huid. En dan door de warmte verandert het in een olie. En je kan het dus ook gewoon over je ogen aanbrengen. Dus het gaat niet prikken. Dat vind ik ook altijd een heel goed teken. En wanneer je dit nat maakt, dan verandert de olie in een soort van melk. Waardoor het er heel gemakkelijk is om het ervan af te halen. Dus dan heb je niet dat er zo'n vettig laagje nog op je huid zit. En daarna doe ik met een washandje. Omdat het lekker warm. Zo, lekker.
wat ik daarna doe, dit is gewoon echt zo'n extra stap wat gewoon heel lekker is. Ik gebruik de Urban Hydrating Mist. En die spray ik lekker. Lekker veel over mijn huid heen. Ik gebruik trouwens ook de Hydrate lijn van Rituals. Ze hebben ook 4 verschillende lijnen voor de skincare. Dus voor ieder huidtype zit er wel iets bij. Je kan online, ik zal even het linkje in de beschrijving zetten, kun je ook een skin test doen. Om te kijken welke lijn het beste bij jouw huid past. Alright, daarna gebruik ik de Intense Hydrating Serum. En hier heb je echt maar 1 pompje van nodig. En dat dep ik dan zo in mijn huid. En de laatste stap is natuurlijk een lekkere dagcreme. De verpakkingen zijn ook zo mooi. En ik weet niet of jullie het al wisten. Misschien hebben jullie het al op mijn Instagram voorbij zien komen. Maar de crèmes zijn allemaal, daar kun je refills voor kopen. Het is gewoon echt... Gewoon heel goed is voor het milieu natuurlijk, want het bespaart enorm. Maar ook gewoon voor je portemonnee is het fijn. Dat vind ik wel echt een heel goed concept ook van Rituals. Ik vind het wel heel fijn dat ze daar ook aan denken. Oké, dan ga ik me nu snel Eloy uit bed halen. Oh nee, ik ga nu snel mezelf even aankleden. Eloy uit bed halen. En dan kan de dag weer gaan beginnen. En dit is nu even mijn tijd om te werken. En dan is het altijd maar te hopen dat hij zich houdt aan die 2 uurtjes die hij meestal doet. Gisteren was hij namelijk na 3 kwartier al wakker. Dus, jullie begrijpen, ik moet even aan de bak. Want ik heb een aantal dingen die ik echt even moet afmaken. Ik ben weer in mijn, in mijn lievelingsruimte van het huis. Ik ben hier nog steeds... Zo blij mee. Het was ook zo leuk om laatst hier de eerste video op te nemen. De styling video. Als jullie het nog niet hebben gezien, dan zal ik hem wel eventjes linken in de beschrijving. En ja, ik ben nog steeds, zoals ik zei, ontzettend blij met deze mooie ruimte. Ik heb jullie laatst een tour gegeven door mijn kantoortje. Ik heb namelijk echt een droomsamenwerking met Homestock. Van gave behangetjes, het mooie woonaccessoires. Kijk, deze vaasjes, hoe leuk zijn die? Ik moet er nog eventjes bloemetjes in zetten. Maar ik wil ze nog even gaan ophangen. Alleen deze muren die zijn dus echt bizar hard. Ze hebben echt betonboren voor nodig en zo. We hebben in Utrecht trouwens ook een hele mooie winkel aan de Oude Gracht. Verder moet je even de website checken, want ze hebben ook best wel veel winkels inmiddels al geopend. Kun je gewoon even lekker met eigen ogen inspiratie opdoen. En het mooie rekje staat extra leuk met die gezellige gekleurde kleding eraan. En ik heb hier even een spiegel neergezet, zodat ik mijn lookjes aan jullie kan laten zien. Ook als ik hier aan het filmen ben, wat ik wel echt heel erg handig vind. Ik denk dat ik even lekker in deze stoel met mijn laptopje gaan zitten. Even gaan zitten werken. Oh ja. En onze lamp hangt. Hoe leuk is de lamp? Ik moet er alleen nog even lampjes in draaien, zoals jullie zien. Maar ja, deze lamp maakt de ruimte wel echt helemaal af. Het is gewoon zo fijn om even af te kunnen zonderen. In een ruimte waarin ik gewoon lekker geïnspireerd kan raken. En waar het netjes is. En... Nou ja, dat ik gewoon even goed gefocust aan het werk kan gaan. Want dat is echt niet altijd even makkelijk. Wanneer je fulltime moeder ook bent. Oké, nou, ik heb dus mijn allereerste nesteldrangbui. Komt ie aan, kleine boef. Allereerste nesteldrangbui gehad. En dat was... Had ook wel te maken met opruimen. Maar zeker ook met dat ik ineens die kriebel had van... Ik zit over de helft. Ik moet wel alvast wat spulletjes in huis hebben voor de baby zo meteen. 1,5 jaar geleden is Eloy in ons leventje gekomen. Dus we hebben echt nog wel het een en ander. Dus ik ga ook zeker niet heel veel bestellen. Ik wil daar echt wel even iets bewuster mee omgaan dit keer. Ik denk ook dat ik natuurlijk doordat dit mijn tweede kindje is, heb geleerd van oké, nou, dit heb je echt wel nodig en dat heb je echt niet nodig. En ik ben wel benieuwd of jullie het leuk zullen vinden als ik daar misschien, nou ja, ik hoef niet per se misschien een aparte video, maar dat ik daar wat meer over vertel. Wat voor mij echt de essentials waren. Ik heb in ieder geval een hele leuke bestelling geplaatst bij Petit Philippe. Want daar heb ik namelijk zo'n Mozesmand gekocht. Nee, we gaan geen televisie kijken. Nee.
En die wil ik even aan jullie laten zien. Samen met nog een paar andere hele leuke dingetjes. Die ik dus ook graag in de woonkamer wil gaan zetten als die er eenmaal is. Dus ik dacht, ja, dan moet ik wel even iets moois hebben wat hier ook in het interieur past. Dus ik ga ook nog voorlopig even geen box neerzetten. Want ja, daar heeft hij gewoon de eerste paar maanden sowieso niks aan. Het gaat gewoon even omdat hij lekker een rustig plekje heeft. Ik heb dus zo'n Mozesmand besteld. Hoe leuk is deze? Ik moet er alleen nog een matrasje inkopen. Alleen die was nu helaas niet op voorraad. Die komt binnenkort. En ze hebben allemaal verschillende patroontjes. Dus wel echt, ja, ik vind het super leuk. En ik denk ook dat deze sowieso in de slaapkamer komt te staan. Dat hij lekker bij ons op de kamer slaapt. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Kom maar schatje, zet mama deze even hier zo neer. Kijk, je kan erin zitten als je wil. Hier komt jouw kleine broertje gewoon in. Ja, of je erin? En... goed zo. En daarbij heb ik een hoeslakentje. Een hoeslakentje noem je dit, voor om het matras heen. In ieder geval van Tijgerprint. En een heel mooi lakentje. En om het gewoon helemaal af te maken, heb ik er ook een lekker wollen dekentje bij. Oh, ga jij er lekker in liggen? Oh, schatje toch. Nou, helemaal blij mee. Dat is gek, hè? Gewoon de allereerste spulletjes voor de kleine boy. Het voelt ineens zo echt. Moeten we dit slaperige mannetje wakker maken? Ga naar de dierentuin vandaag. Oude hand. Oude hand dierenpark. Oude hand. Slingertje speen uit. Want anders dan zal ik die even in de tas doen. Ik wil eigenlijk ook niet meer dat hij zo heel erg veel in de speen. Doe hem even weg. Even weg. Mama doet hem eventjes hier in de tas. Ja. Ga je lekker even verder lopen, oké? Goed zo. We staan nu hier al een kwartier de hitte bij die auto. Volgende keer gaan we naar een parkeergarage toe. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik werd wakker met zo'n gevoel van... ik wil gewoon nog even lekker in bed blijven liggen. En ik heb geen zin in vandaag. Maar toen keek ik naar buiten en zag ik dat het zonnetje schijnt. En daar word ik dan meteen weer heel vrolijk van. Dus, het gaat op zich wel. Overmorgen komt Milan ook gelukkig weer thuis. Dan zijn we weer compleet. En dan gaan we bijna naar Barcelona. Zoveel zin in. Ik heb zo'n leuk Airbnb'tje geboekt. Ik hoop echt dat het ook op echt een goede plek zit. En dat het gewoon echt leuk is ook in het echt natuurlijk. Maar het ziet er goed uit. Dus ik heb er echt zoveel zin in. Ja, die is van mama. Ja, kijk Ilotje. Daar staat jouw drinkbekertje. Ze komen niet aan mijn koffietje hoor. Ik was lekker even inspiratie aan het doen voor de babykamer. Toen kwam ik op deze site terecht. Het is overigens niet gesponsord. Ik heb gewoon net toevallig tegengekomen. Ik denk dat ik hier behang ga bestellen voor in de babykamer. Want kijk nou wat een leuke printjes ze allemaal hebben. Ik vind het wel een beetje te druk, denk ik. Ik kan het ook alweer heel gaaf zijn. Maar ik vind zoiets wel echt super schattig. En vooral omdat ik de kamer denk ik gewoon lekker... clean, wit en rustig wil houden. Toch een beetje met groen wil werken. Ja, zag ik wel echt, wat zag ik nou nog meer? Palmboompjes met wat stipjes. Vind ik ook echt heel leuk. Ik vind dat weer zo'n leuk projectje, de babykamer. Nou, het is inmiddels al weer eventjes wat later. Ik zit er nog steeds wel bij. Het was vandaag echt zulk rot weer. Ik ben gewoon de hele dag lekker hier geweest met de kleine boy. De avonden alleen vind ik echt... ik vind het zo mega saai.
Vooral het moment als je dan bedenkt van, nou, dan ga ik maar naar bed. Ik ben heel blij, echt heel blij. Als Milan, irritant hè, als iemand zoveel aan zijn haar zit. Maar ik probeer het toch een beetje zo. Maar ik ben heel erg blij als Milan weer terug is. En morgen kan ik zeggen, morgen. Morning! Morning, het is 12:30. Het is vandaag vrijdag en morgen komt Milan weer thuis. Ik hoor hem alweer. Hij is weer wakker van zijn slaapje. Ik heb net weer even wat werk kunnen doen, gelukkig. Ik ben bezig met deze vlog te editen, onder andere mail weg te werken. En nou ja, gewoon even dingetjes voor te bereiden voor de komende week. Ik was deze vlog een beetje aan het doorspitten en ik zag echt dat er heel veel... Nou ja, het is allemaal wel een beetje hetzelfde. Maar goed, ja, dat is gewoon hoe deze week er natuurlijk voor mij uitzag. Horen jullie hem? Maar ik kan jullie vertellen dat de komende weken heb ik echt heel veel aan jullie te laten zien. Namelijk maandag naar Barcelona. Dus daar ga ik natuurlijk lekker filmen. Onze avonturen daar. Dan ga ik die week erop. Diezelfde week nog. Volgende week zondag is dat namelijk al. Ga ik op reis. Die ene persreis waar ik jullie over vertelde, weet je nog. En dan die week daarop. Ga ik naar Parijs voor een super leuke campagne shoot met nog iemand die jullie waarschijnlijk al kennen en heel erg leuk vinden. Dus nou ja, dat wordt echt vet gezellig. Ja, dat is eigenlijk wel wat er op de planning staat voor de maand mei. 1, 2. Goed zo. We gaan op pad hoor. Even naar de speeltuin, even een klein boodschapje doen, even naar mijn oma toe. Even naar de Low. Dat heb ik jullie nog helemaal niet verteld, maar dat zal ik jullie zo meteen even vertellen. Onze kat Lola, die is bij mijn oma. Daar loop ik dan met mijn kleine boykie. Het is zo grappig. Ik loop nu naar het Giftpark. Om even met hem in deze speeltuin te spelen. Want het is namelijk echt een grote speeltuin. En hier heb ik vroeger ook, hier ben ik vroeger ook zoveel geweest. En een van mijn beste vriendinnetjes toen de tijd, die woonde echt letterlijk aan het park in een van deze huizen hier. En het is gewoon zo grappig om dan nu met hem hier te lopen. We gaan even hier naar het Giftpark. Ze hebben daar ook een kinderboerderij en een hele leuke speeltuin. En ik ben lekker gelopen van de stad naar hier. Het is een wandelingetje van, denk ik, 20 minuutjes of zo. Even laten zien dat het allemaal goed gaat met Lo. Hè? Met Lo! Kijk deze weer! Voor degene die er hadden gemist. Hallo! Ja, hier is de Lo. Die zit lekker bij mijn oma. We hebben het hier heel erg naar de zin. We zijn weer terug. Ik ben nu even aan het koken. Voor de kleine. Ik heb zelf een pizzaatje die ik lekker in de oven schuif vanavond. Voor Eloytje maak ik nu even voor het gemak gewoon een eetspruithapje. Met een caprese carré. Met tomaat en mozzarella. Ik zit op de bank. Ilootje die wilde niet slapen. Dus ik ben echt een uur bezig geweest om hem in slaap te krijgen. Hij wilde constant dat ik boekjes ging voorlezen. En ja, gewoon ja, in slaap gewiegd worden eigenlijk. En het moment dat ik hem dan in zijn bedje neerleg, moest hij heel erg huilen. En ja, arm mannetje. Misschien hebben de grote koeien en de schapen te veel indruk op hem gemaakt. Ik ben blij dat ik nu... Lekker rustig op de bank zit. Het is inmiddels ook al 8:50. Ik heb een lekker pizzaatje. Ik ben lekker vlogjes aan het kijken. Ik zit nu naar Yara te kijken. Ik ben ook wel benieuwd wie jullie leuk vinden om naar te kijken. Ik had het al op Insta gevraagd. Ik ga nu lekker pizzaatje opeten.
nog even wat YouTube misschien kijken of Netflix. En daarna ga ik deze vlog editen, want morgen komt Mila weer thuis. En dan wil ik morgenavond gewoon gezellig met hem lekker op de bank hangen. En niet nog te hoeven editen. Dus dat ga ik nu maar doen. Wow. Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten hier, want ik ben aan het editen. En ik zie dat hij al ruim 20 minuten duurt. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje te lang. Vinden jullie dat ook? Of hebben jullie zoiets van, nee, hoe langer hoe beter? Laat het even weten in de comments. Ondertussen ben ik Mean Girls aan het kijken. What? Dat is lang geleden. Maar goed, hij duurt best wel lang. Dus ik dacht, nou weet je, ik sluit hem gewoon hierbij af. Dan het weekend krijgen jullie weer het goed in de volgende update. Ik had net jeuk in mijn ogen en ik ging gewoon wrijven. Omdat ik de hele week bijna geen make-up op heb. Was ik gewoon vergeten dat ik vandaag wel mascara op had gedaan. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. En ook heel erg bedankt altijd voor jullie super lieve comments. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik super super leuk vinden zoals jullie weten. En ik zal ook wel even mijn Instagram in beeld brengen. Het zou gezellig zijn als jullie me daar ook op komen volgen. En dan zie ik jullie weer heel snel, of ja, woensdag weer, in de volgende video. Tot dan!